Sammy, geef me eens een cijfer deze wedstrijd voor jullie. Cijfer. Ik denk dat als je nog de laatste minuut hier nog een punt pakt, dan nog misschien een 5. Want met alle respect, maar hier moet je gewoon winnen. Ja, terwijl het er misschien in de eerste zelf helemaal niet naar uitzag dat jullie nog een punt konden gaan pakken. Wat gebeurde allemaal in de openingsfase? Ja, klopt. Ik heb de code nog niet teruggekeken. Eentje was een standaard situatie, dat mag ons helemaal niet overkomen. En die andere, ja, is het gewoon te makkelijk, zeg maar. We worden makkelijk daar uitgekapt ook en dan schiet hij wel goed binnen. Ja, staat het 2-0 en dan maak je nog die 2-1 en ga je de rust in met een 2-1 ruststand en dan denk je nog in de tweede helft nog iets ervan te kunnen maken, want die vertrouwen hadden we wel. Maar dan maken we die 2-2 en dan vlak daarna weer gelijk die 3-2, ja, dat kan niet. Dus met andere woorden, je zegt het ligt echt aan jullie zelf dan, totdat het zover komt. Ja, tuurlijk. Als je ziet hoe we vandaag... we begonnen gewoon niet scherp, dat was het gewoon, denk ik. Jij zelf wel, had ik de indruk. Je hebt twee wedstrijden moeten toekijken met een rode kaart, maar jij zat er wel lekker in, toch? Ja, ik heb veel rust gepakt. Maar het ging niet slecht, maar alleen die assist en die goals mogen wel komen. Ik bedoel, die laatste mocht ik wel echt maken. Ik heb net teruggekeken, die wel. Die moest ik denk ik wel in een korte hoek deze keer schieten. Alleen ja, als ik die had gemaakt, had Wellid hem niet gemaakt. Dus ik gun hem het wel. Ik zag jou ter aarde storten na het missen van die kans. Hè? Jij dacht van het is klaar, dit gaat niks meer worden vanavond. Nee, tuurlijk. Maar ik wou hem gewoon echt scoren. Ik bedoel, iedereen weet denk ik hoe graag ik altijd wil scoren. En het lukt me nog niet altijd. En ja, het baalde gewoon, want die actie was denk ik echt perfect. En ja, dan maak ik hem niet. Dus dat was wel baalde. Is een gelijkspel dan wel verdiend eigenlijk, vind je? Ja, vooraf teken je hier niet voor, want hier moet je eigenlijk gewoon 3 punten pakken. Maar hun hebben ook echt heel veel kansen gehad, dus terecht misschien denk ik wel. Maar het zou ook zomaar hun kant kunnen opvallen, of misschien ook zelfs onze. Nu heb ik jullie vaker horen zeggen dat jullie geen punten verspeeld hebben in slotfases, hè, in de eerste seizoen zelf. Maar je pakt ze wel tegen MVV en nu dan weer een puntje. Die zijn wel belangrijk, hè, toch? Voor die bovenste 2 plekken. Ja, klopt. Elk punt is belangrijk. En of je nou in de eerste minuut al beslist of in de laatste minuut, ja, hier speel je dan gelijk. Maar ik bedoel, tegen MVV beslis je hem in de laatste minuut. Ja, 3 punten zijn 3 punten. Hoe groot is nou het vertrouwen bij jullie, hè? Als we even kijken naar het hele halve jaar, dat je dit kunt gaan doortrekken na de winterstop? Dat je echt die 2 kunt gaan halen? Ik denk dat die vertrouwen heel groot is. Ik denk dat niemand volgens mij vooraf had gedacht dat we hier op de tweede plek zouden staan in de winter. Dus ik denk dat die vertrouwen bij iedereen wel heel hoog zit. Ja, alleen als je gaat gewoon met een niet goed gevoel in die vakantie. Want je verspeelt hier gewoon punten en dat was wel balen. Je voelt het zo, want er zijn ook jongens die zeggen volgens mij van nou ja, dat je hem niet verliest is toch ook wel weer lekker dan op de een of andere manier. Ja, klopt. Dat hebben we denk ik vaker gezegd. Ik bedoel, hier bij Helmond Sport moet je, als je hier tweede staat en je wilt meedoen bij die bovenste 2 plekken, moet je hier gewoon 3 punten pakken. Zo simpel is dat.